Veel succes. Dankjewel. Welkom, ik ben Bas, dat is Daan. We hebben een project gedaan voor McDonald's en dat zullen we nu uitlichten. Ik zal eerst wat achtergrondinformatie geven over McDonald's. Ze hebben wereldwijd 47 miljoen klanten per dag. 31.000 restaurants wereldwijd. En 119 landen zijn ze gevestigd. Het zijn indrukwekkende cijfers. Maar wat zegt het nou? Nou, het zegt dat er McDonald's is voor iedereen. Dus het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. McDonald's is er voor je. Dus of je nou iemand bent die in Japan woont of iemand uit Friesland. Je hebt allemaal één ding gemeen en dat is McDonald's. Hoe communiceren deze boodschap moet relevant zijn voor iedereen, maar de nadruk ligt op mensen tussen de 16 en 34 jaar. Nou, wat hebben we bedacht? Hoe kan je mensen beter laten ervaren dat McDonald's voor iedereen is, dus de people restaurant, door ze zelf laten ervaren. Dus we brengen McDonald's bezoekers van verschillende nationaliteiten en culturen met elkaar in contact. En hoe gaan we dat doen? Nou, wij hebben MacConnect bedacht. MacConnect is een globale ervaring waar je met verschillende mensen in verschillende restaurants wereldwijd geconnect kan worden. Nou, hoe werkt het? Het is heel simpel. Er zijn verschillende interactieve schermen geplaatst. En door op het scherm te drukken kan je geconnect worden met iemand uit het andere land. Nou, nu ben je bijvoorbeeld geconnect met iemand uit Maleisië en zij is bijvoorbeeld nu net begonnen aan haar ontbijt en jij bent bezig met je diner. We hebben daarbij ook een paspoort gecreëerd en daarbij kan je gegevens invoeren en je interesses. Maar je kan ook door met Facebook Connect in te loggen, kan je makkelijker je interesses en je gegevens laten invoeren automatisch. Met je interesses en je gegevens kan je bijvoorbeeld geconnect worden met iemand anders die dezelfde interesses heeft. Waardoor het makkelijker maakt om met iemand een gesprek te voeren. Met het paspoort kan je ook stempels ontvangen. Bij elk land die je bezoekt ontvang je een stempel. Met die stempels kan je bijvoorbeeld etenswaren en goodies verkrijgen. Bij elke keer als je met iemand geconnect bent of dat je een stempel hebt behaald, dan wordt het op jouw Facebook profiel wordt het ook weer gegeven, omdat je dan geconnect bent met Facebook. Nou, hoe krijgen we mensen hiervoor geïnteresseerd? Indoor packaging. En outdoor. En dit zou kunnen tevens als conversatiestarters dienen. En met MacConnect hebben we een platform geïntroduceerd dat mensen uit verschillende landen met elkaar verbindt. En in een soort van veilige en vertrouwde omgeving elkaars en andere culturen kan ontdekken. Dank jullie wel. Zijn er vragen, jury? Ik heb wel een vraag. Ik heb altijd geleerd dat bij McDonald's de bedoeling is dat je zo kort mogelijk zit en dat de stoelen daar heel hard zijn. Hebben jullie dit getoetst? Op dit moment is McDonald's, die heeft gemerkt dat veel mensen niet meer naar hun keten toekomen. En ze zijn nu het hele interieur van McDonald's wereldwijd aan het omgooien. Met als gevolg dat ze ook mensen juist langer bij de McDonald's willen zitten. En dat is inderdaad het oude model, maar het nieuwe model is juist dat de mensen zich thuis voelen daar. En dan ben ik ook nog benieuwd, hebben jullie gekeken, nagedacht over de culturele verschillen? Want de hamburger smaakt in Frankrijk al heel anders dan in Nederland. Communicatie met iemand uit Japan of Maleisië, tijdsverschillen, andere culturen. Je kan wel leuk connecten, maar er zit wel een grote discrepantie tussen de manier waarop ze eten beleven enzovoort. Ja, dat is volgens mij juist het interessante aan het concept. Dat je juist op die manier andere culturen leert kennen. En juist over andere eetgebruiken kan hebben en wat daar de gewoontes zijn. Wat ik vind een interessant concept. Wat ik me wel afvroeg is hoe mensen in een restaurant met elkaar communiceren en
als ze het restaurant weer verlaten, gaat het concept dan door? Ik bedoel, ja goed, ik heb net toevallig een heel interessant gesprek over hamburgers gehad met iemand uit Kuala Lumpur. Dat is heel interessant. En het gesprek wil ik voortzetten. Hoe ga ik dat dan doen? Ja, daarom hebben wij Facebook ook erin geïntegreerd, zodat je heel makkelijk dus je Facebookgegevens kan erin kan laten zetten. Dus je bent dan geconnect ook met Facebook en daardoor kan je dus ook weer connecten met andere mensen. Dus met de andere bezoekers die je hebt ontmoet. Dus als jij bijvoorbeeld een heel leuk gesprek hebt gehad met iemand uit Kuala Lumpur, dan kan je dus vervolgens diegene als vriend toevoegen op Facebook. Oké, maar dan ben ik uit mijn McDonald's omgeving, hè? Nou, je voegt diegene na een gesprek toe binnen McDonald's en dan kan het... Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar dan ben je dus uit met Connect. Dus dan is het een Facebook vriend geworden. Als je inmiddels thuis komt, dan ben je buiten... En mijn vraag was, ga je vanuit McDonald's daar nog actief mee verder? Ja, dat kan. Ja, oké. Jullie kennen chatroulette? Ja. Wel eens gedaan? Ja. Ik nog nooit, moet ik zeggen. Hoe zorg je ervoor dat als er echt allerlei ranzigheid wordt gedeeld via die camera's in de McDonald's, hoe zorg je dat je als merk daar wat damage control op gaat doen? Of ga je dat helemaal niet doen? Hoeft dat niet? Nou, je hebt te maken, MacConnect vindt zich geplaatst in een publieke ruimte, in een openbare ruimte. Dus er is al sprake van een soort van sociale controle. Het is niet dat je thuis alleen achter je computer zit, maar je zit met meerdere mensen in een McDonald's. Dus vanuit daar zal een soort van sociale controle plaatsvinden. En als er nou een waanzinnige guerrilla-campagne tegen McDonald's vanuit de McDonald's zo wordt gesurfd, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat kan gebeuren, ja. Wat hebben jullie daarover nagedacht? Hoe je die impact kunt opvangen? Wat? Nou ja, ik denk dat het voor merken heel erg belangrijk is die zich in sociale media willen bevinden. Ten eerste is het wel een soort van beschermd netwerk, want het is een soort van intranet dat alleen bij de McDonald's plaatsvindt. Maar ik denk dat het tegenwoordig voor merken... Sorry? Maar het gaat naar Facebook. Ja, klopt. Klopt. Maar als je connect met iemand, als je zeg maar bevriend wordt, maar zeg maar de communicatie via de schermen vindt alleen via McDonald's plaats. Maar ik denk dat het ook tegenwoordig voor merken zeer belangrijk is, en helemaal in deze tijd, dat je open en transparant bent. En dat je inderdaad ook... dat is een soort van risico wat je moet dragen als je juist heel erg vooruitstrevend wil zijn en daarin meegaat. Ik zit niet in de doelgroep. 1634 was het toch? Net? Of was dat een andere? Nee, anyway. Waarom zou je dit doen? Nou, bijvoorbeeld, ik ben van plan om naar Japan op vakantie te gaan. En mij lijkt het heel erg leuk als ik met iemand in Tokio kan connecten. En bijvoorbeeld tips kan vragen van wat zijn leuke dingen. En je wordt dus ook door middel van gedeelde interesses, word je ook geconnect met mensen die dezelfde interesses hebben als jij. Dus stel bijvoorbeeld je houdt van een obscure punkband. Dan is het te gek dat je iemand in bijvoorbeeld Zuid-Afrika kan geconnect worden die dezelfde obscure punkband tof vindt. Dat was het. Ik wilde zeggen, houd kort, maar geef ze een applaus.